Was. Oké. De eerste voor jullie, de allereerste kata, Tai Kyoko. Ja, Tai Kyoko is een kata waarbij je eigenlijk vooral twee technieken ziet: weringen en stoten. En daarnaast zie je natuurlijk de Zenkutsudachi met je heup uit en je heup in. En je ziet natuurlijk de draaien, die in het begin best lastig zijn. Oké, hoe beginnen we? Nou, je kijkt en je volgt. Kijk, ik zal het voordoen. Kijken en volgen. Dit is je voorbereiding. Hand naar het doel, vuist naar het oor. Je stapt uit. Each. Het is een Zenkutsudachi, kijk. Alleen je heup is niet ingedraaid, dus je moet dit doen. Je draait je heup uit. Nee, dan stap je in de vorm van de stoot. Hierbij is je heup wel ingedraaid, dus ik sta niet uit, maar nu in. Mijn knopen is naar voren. Dan ga je weer voorbereiden. Iets zie je voorbereiden. Nee. En san. Nou kijk je naar links. Op het moment dat je kijkt, beweeg je ook met voorbereiden. Iets, heup uit. Nee, heup in. San, heup in. Chi, in. Nu gaan we draaien, rugwaarts. Itch. En we stappen weer naar voren. Knie. Draai weer terug, voorbereiden. Staan. Stap door. Chi. Links kijken, links voorbereiden. Itch. Knie. San. Chi. Oké, dan gaan we achterwaarts draaien. Itch. Voorbereiden, dan is het weer. Nie, stoot. San. Shi. Kijk links. Ja, mee. Gesloten. Los.